Yo, what up mensen, zoals jullie weten, voor elke abonnee die ik erbij krijg op mijn kanaal, doneer ik 1 euro aan Team Seas, waardoor dus 1 kilo afval uit de oceaan wordt gehaald. Dus abonneer, maak me blut en wij gaan de wereld veranderen. Op naar de video. Yo, what up mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we lekker eventjes een stukje rijden. En we zijn eigenlijk al helemaal in Venlo, maar we gingen een beetje de hoek in van Boren. Dus dat leek me ook wel heel interessant eigenlijk om toch even te filmen. Bedoeling was eigenlijk dat ik vandaag niet zou filmen, maar ja, plannen wijzigen. De reden waarom ik niet wou filmen was, een kijker heeft gevraagd of ik een duidelijke video kon geven over... Over hoe je nou goed voorbereid op pad gaat. En ik denk dat ik zo'n video beter kan maken als ik gewoon echt even de tijd over heb. Weet je wel, even rustig zit. Even gewoon, hè, want hij vraagt ook of ik Google Maps kan gebruiken. Nou, alles vind ik helemaal niet erg. Alleen moet ik wel even tijd voor hebben om het zo te zeggen. En tijdens het werk dacht ik van nou, doe ik het in de pauze. Ik weet trouwens niet hoe mijn haar zit, maar ja, het zij zo. Dus ja. Oké. Die kant. Nou, kom op jongen. Ja, mag doen. Hallo. Zo irritant jongen, die mensen die op hun telefoon zitten en gewoon geen, niet bij de les zijn om het zo te zeggen. Hij ziet dat die poort open gaat bij me, hij ziet dat ik wegga en dan gaat hij voor mijn neus stilstaan om even op zijn telefoon te checken. En dit is precies wat ik bedoel jongens, als die gewoon hier stil gaat staan, stukje net voor het bedrijf. Dan kan je dan nog even op je telefoon uitzoeken, oh is het hier, is dat goed en dit en zus en zo. En ja, stel hij had Google Maps gebruikt, bij wijze van spreken, met Street View, dan kan je gewoon zien waar jij erin moet om het zo te zeggen. Maar ja, ik weet niet of het zijn eerste keer hier was, maar simpelweg had hij gewoon even wat beter moeten opletten, want dit was gewoon vervelend voor mij. En ik zeg altijd, ja, chauffeurs moeten het met elkaar doen en daar sta ik nog steeds achter. Dus geef elkaar een beetje de ruimte, want ja, we hebben allemaal hetzelfde vak, weet je. We hebben het allemaal, onze dingetjes. Dus ja jongens, we zijn nu in Venlo. De groeten aan mensen van Venlo. Ik weet dat er wel een paar kijkers zijn die uit Venlo komen. Dus dat vind ik erg leuk om mijn publiciteit ook zo ver weg van huis te hebben. En we gaan dus nu inderdaad richting Born. Dat ligt in de buurt van Maastricht. Dus heel leuk. Ik ben er zelf nog niet vaker geweest. Ik zie ook dat mijn GoPro helemaal fout is ingesteld. Het ziet er zo lelijk uit. Oké, jongens. In ieder geval veel beter nu. Ik heb de ISO op automatisch gezet. Dus hij balanceert nu het witte licht zelf in plaats van dat ik het moet instellen. Dus ja, jongens. Daar gaan we. Wat een blad. Dus hier gewoon lekker recht lang doorsteken. Dat doen we zodat we niet deze mensen hier links afsnijden. Nu zijn er geen. En kijk, we snijden de lijn heel mooi aan. Zo, we geven mensen genoeg ruimte. En deze staat hier stil. Dus dan gaan we er even langs. En voor de mensen die mijn video's vaker kijken. Misschien dat sommige mensen zeggen van hey Jack, je valt een beetje in herhaling. Dit en dat, zus en zo. Maar daar heb ik natuurlijk mijn redenen voor. En die kan ik ook uitleggen. Dat is helemaal geen probleem. Ik val in herhaling. 2 seconden hoor. Ik kijk hier ook. Lekker lang doorsteken. Denk vanuit je trailer. En dan snij je hem gewoon lekker mooi aan zo. De reden waarom ik zo vaak in herhaling val met advies geven en tips geven en dat soort dingen. Is omdat er dagelijks gewoon nieuwe kijkers bij komen. En...
die nieuwe kijkers, dat is de eerste video die ze van me zien. En daarom herhaal ik mezelf heel vaak, omdat voor die nieuwe kijkers is het de eerste keer dat ik het zeg. En ja, ik weet gewoon dat er heel veel mensen net hun vrachtwagenrijbewijs halen of die er even uit zijn geweest, die er weer terug in willen komen. En juist die mensen, die kijken mij grotendeels. In ieder geval heel veel daarvan kijken. Dus ja, zo gaan we even invoegen. Dankjewel, Paul. Bulgaar, Duitser, allemaal witte platen, dus ik zou het niet weten. Maar daarom val ik soms in herhaling. Dus sorry voor als je je daaraan ergert. Maar zoals ik ook al zeg, mes snijdt op twee kanten. Je kan niet iedereen tevreden houden. Dus om juist sommige mensen die net beginnen tevreden te houden, ga ik gewoon lekker veel advies geven. Want ik merk gewoon dat er nog steeds heel veel vragen zijn over dat onderwerp. En we gaan gewoon... dus dat. Maar we gaan dus nu richting Maastricht. We hebben nog 50 kilometer te rijden. En ik ben oprecht best wel benieuwd hoe Born eruit ziet. Ik ben een paar keer in Born geweest, maar niet heel vaak. Het is alweer een tijdje geleden voor me. Dus ik ben benieuwd. Ik weet ook helemaal niet bij wat voor bedrijf. Ik heb dat niet gecontroleerd. Ik merk de laatste tijd dat, zoals ik ook zei, luchtvracht is gewoon iets heel groots. En meestal als iemand luchtvracht wil versturen, dan is het niet iemand vanuit een huis, om het zo te zeggen. Het zijn altijd grote bedrijven en dat soort dingen. Dus het wordt altijd opgelost gewoon. En je komt altijd goed terecht. Er is altijd de ruimte voor vrachtwagens. En ik controleer altijd huisnummers, zeg ik altijd. Want als huisnummers heel raar zijn of heel hoog, dan weet ik dat er echt heel veel gaande is. Maar hier is bijvoorbeeld huisnummer 8C. Ja, zometeen kijk even hoe het in... Kijk, weet je hoe het ook een beetje zit? Kijk, is het nou ergens in de buurt van Utrecht, weet je wel, waar 8C staat? Dan ga ik zeker kijken. Maar weet je, ik ga nou gewoon een beetje de uithoeken in. Groningen, Eindhoven, Maastricht. Ja, daar is gewoon iets meer land, om het zo te zeggen. Dus bedrijven zijn er ook vaak goedkoper om te kopen. En je hebt ook meestal gewoon meer ruimte voor het geld. Dus meestal zit je gewoon goed. En laten we eerlijk zijn. Heb jij ooit een eenrichtingsweg gezien, ergens in Groningen of Eindhoven? Ja, ze zullen er vast zijn, maar ik ben ze nog niet tegengekomen. En dat is gewoon puur om het feit, omdat er zat ruimte is. Ik bedoel, in Amsterdam bij wijze van spreken, of Utrecht, heb je er zoveel. Dus we gaan lekker door naar Maastricht. En Maastricht, Born, dat zou je het noemen, maar we gaan er weer een leuke dag van maken. En wat die ene kijker tegen me zei, die wil wat meer informatie hebben inderdaad over hoe je jezelf voorbereidt op een rit en wat doe je als er wegomstandigheden zijn, wegafsluitingen of dat soort dingen. En die video wil ik gewoon heel even niet rijdend opnemen, want als ik het nu ga uitleggen, je hoort het geluid van de wind en ik raak dan gewoon heel snel mijn focus kwijt, weet je wel. Als jullie iets hebben gemerkt, de meisje, dat ik heel snel mijn focus kwijt raak. Dus ik moet ook even daar goed voor zitten en dat even mooi voorschotelen voor jullie dat het echt heel duidelijk is. Maar dat gaat komen. Wij gaan nou lekker door. Dus ik ga even een lekkere timelapse maken. Ja. Het mega gebouw en ik vond dat zo indrukwekkend, want hij is gewoon, I don't know, 300-400 meter lang of zo. Oh, het is nog duur ook. Jezus jongen, dat is zo gigantisch groot. Dus ik ben echt benieuwd. Ik kom me wel bekend voor deze locatie, maar ik ben wel benieuwd naar welke klant ik ga, want ik weet niet of ik daar ooit eerder ben geweest. Weet je wat het is? Kijk, je ziet ook gewoon
Je ziet gewoon dat we echt op een industrieterrein zijn, weet je wel. Je ziet alleen maar grote panden en ja, dan hoef je ook niet te controleren waar je precies moet wezen, om het zo te zeggen. Want je weet gewoon, oh, alles is hier groot, dus het bedrijf waar je heen gaat is ook groot. Dus ja, daar zijn we. Holten. Oké, jongens, we zijn nog steeds in Holten. En moet je kijken wat een uitzicht ik hier heb. Dus ja, een dikke DAF ook daar, joh. Maar ja, het ziet er wel leuk uit eigenlijk. Ik denk dat ik dit als thumbnail foto ga doen. Best wel gaaf met die containers en die heftruck hiervoor. En die dikke DAF. Maar die maak ik even met mijn telefoon. Want deze GoPro heeft niet zulke mooie kwaliteit voor dit. Maar misschien is het wel grappig om een timelapse te maken van dat ding dat beweegt. Nou, laten we dat eens doen. Zo jongens, even dikke respect voor deze gast dat hij in zo'n krappe ruimte gewoon een LZV tegen het dok aan krijgt. Maar hoogstwaarschijnlijk steekt hij hem hier gewoon recht door om dan vervolgens recht achteruit te gaan. Maar toch, ik vind dat best wel ziek eigenlijk. Nou, daar gaat hij hoor. Moet je kijken hoe knap joh. En hoe mooi ook hè. Ja, ik hou echt van LZV. Ik kan niet wachten tot ik het eenmaal kan halen. Ik vind dat zo gaaf. Moet je kijken wat een mechaniek, die drie hier in het midden, hoe dat werkt. Dan moet hij daar langs een trailer die ernaast staat. Ja, dat gaat krap worden. Denk ik. Ik weet niet wat hij doet. Voor mij is hij even uit zijn auto gelopen, maar ik zet in ieder geval mijn rem er even op. Doe het niet na. Wat een mooi shotje, jongens. Ik rij achter een LZV. Hoe goed wil je het hebben? Moet je kijken hoe lang dat ding is. Jezus, Mina. Letterlijk een trein op de weg. Letterlijk. Ja, kijk. Gelukkig zag die heftruckchauffeur het goed. Of hij moet daar bezig, maar ik denk het niet. Voor mij zag hij gewoon goed dat ik er ook achteraan ging. Dankjewel jongen. Ik zwaai ernaar, maar ja, jullie kunnen dat natuurlijk niet zo heel goed zien. Nou jongens, hoe leuk is dit? Even achter een LZV rijden. Kijk, let op, extra lang. En deze is legit, dit is gewoon een echte LZV. Geen genep met je bordje erop plakken, terwijl je gewoon een standaard vrachtwagen bent. Oh, ik wil even kijken hoe die die rotonde neemt jongen, voor mij is dat zo gaaf. Ja, ik heb het niet vaak dat je achter een LZV rijdt. Moet je kijken. Hoppa, vol eroverheen. Ja, nou ja, ik kan me inbeelden dat je na 5 jaar ook denkt van, nou ja, fuck het maar gewoon een beetje. Maar ja, mij boeit het nog wel om tussen de lijntjes te blijven. Natuurlijk bij een LZV is dat even wat lastiger om tussen de lijntjes te blijven. Maar toch. Nou jongens, ik ga hier even lossen, laden bedoel ik, en dan spreek ik jullie zo weer. Oh mens, ik sta alweer zo lang te wachten, even kijken. Oh, bijna 1,5 uur sta ik al te wachten hier. Op 2 palletjes. Maar dat heeft ermee te maken dat de docks vol zijn. Maar ja, ik sta helemaal in Born. En dat is 2 uur met de auto, dus ja, pak een breedte, 2,5 uur met de vrachtwagen. En het is nu 2:30, dus ja, dat gaat nog wel spannend worden. Nou, spannend niet, het gaat gewoon nog heel lang duren vooral. Ik dacht vandaag lekker vroeg klaar te zijn, maar ik ben bang dat dat er niet in zit, nee. Nou jongens, hier weer een mooi voorbeeld. Die DAF, die staat van dok af, is klaar, maar gaat toch nog even naar binnen om zijn papieren te regelen. Jongens, hou geen dok bezet als het niet nodig is. Want ik word naar dok 37 gestuurd, want bij drukke bedrijven zijn altijd alle doks bezet. Het is gewoon super irritant als je moet wachten op een andere chauffeur.
En dat jij eigenlijk de dupe bent omdat iemand anders lui is, om het zo te zeggen. Daar word je echt moe van, jongen. Jezus. Fucking hell, wat vind ik dit vervelend, jongens. Ik heb 2 uur gewacht en nou kloppen die aantallen niet. En ik weet zeker dat ik maar 2 of 3 referentienummers had en nou heb ik er opeens 5 of zo. Dus ze hebben gewoon meer pick-ups ertussendoor gezet. Maar dat is zo irritant, want nou heb ik dus 2 uur daar lopen wachten en nou kan ik dus gewoon weer teruggaan om mijn papieren op te halen omdat er nog wat orders bij komen. En dat is niet alles, want je hebt... God, wat denk jij nou, joh? Vieze, vuile... de band. Jezus, Mina, joh. Wat nou zo. Ik ga niet zwaaien naar jou. Nee, ik ga niet zwaaien naar jou. Dat doe je toch niet? Maar ja, dat is gewoon fucking vervelend. Want nou gaan ze dus meer orennummers eventjes erin zetten. En dan zit ik met het gezeik. Nou jongens, documenten waren niet in orde. Hier moet je het papierwerk regelen. Maar aan de andere kant kan je ook laden, maar daar moest ik heen. Maar hier was het papierwerk niet in orde. Bij de andere kant zijn alle docs eruit geslagen. Dus er zat geen hoop in dat die zending ooit meeging. Ik ga naar huis. Het is 4:15. En ik kom pas 6:45 aan. Yikes. Nou jongens, ik heb weer even getankt en ik heb eten gehaald. Ja, ik heb mezelf heel veel verwend. Ja, ik moest daar zo lang wachten. En ja, ik weet toch dat ik avondeten niet echt ga meemaken. Dus ik heb 2 kroketten en 2 ja, van die gehaktstaaf dingen, weet je wel. En ja, even €1300 lichter met tanken. Maar ja, gelukkig ben ik geen ZZP'er. Dus ik ga lekker terugrijden nu. Ik ga even eten onderweg. Kijk, we hebben nog echt gigantisch lang gegaan. Onderin staat 5 uur, bovenin staat 7 uur. Dus ja, we hebben nog heel lang gegaan. Dus ik ga even lekker eten, want ik heb honger. En ja, dan spreek ik jullie zo nog even. Oké, jongens, dat was hem alweer voor vandaag. Ik ga hem lekker afronden hier. Dus even kijken. Ja, nou laat ik zo zeggen, voordat ik klaar ben is het zeker 8 uur. En ja, morgen weer 6 uur beginnen, dus 4:30 mijn nest uit. Dus dit gaat een krap worden, maar ik ga mijn best doen voor jullie. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Mijn naam is Jack. En ben je hier nieuw, eventueel abonneren hier beneden. Zou mij heel erg helpen. En dan krijg je ook meer te zien van mijn vrachtwagenvideo's en mijn nieuwe auto die jullie nu al kennen. Dus dat is wel heel gaaf. Dus ja, dus mijn naam is Jack. En tot de volgende video. Jongerop mensen, zoals jullie weten, voor elke abonnee die ik erbij krijg op mijn kanaal, doneer ik 1 euro aan Team Seas, waardoor dus 1 kilo afval uit de oceaan wordt gehaald. Dus abonneer, maak me blut en wij gaan de wereld veranderen.